zeker eigentijds. We werken met moderne apparaten, moderne technieken. We lopen eigenlijk zelfs een stukje voor op andere horecascholen. En we werken onder andere met de Dutch cuisine. Dat betekent dus de nieuwe Nederlandse keuken en biologisch eten. Wat me opviel toen ik hier binnenkwam voor het eerst was ja, eigenlijk dat het er allemaal heel professioneel uitziet voor een school. Ik bedoel, we zijn toch een school en je hebt gewoon een mooi restaurant, een mooie lunchroom. Het is wel ja, opvallend aan deze school. Deze afdeling is erg variërend. Ene keer sta je in de avond, ene keer sta je overdag. Je staat met eerstejaars, derdejaars. We hebben gastronomics lessen. Dat zijn lessen die gaan over, bijvoorbeeld hebben we het gehad over soep en sauzen. En dan hebben we daarna een skills les. En dan gaan we het echt uitvoeren. Dan gaan we zelf de soep maken, zelf de soep proeven, hoe het smaakt.